Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, ja. Het is vandaag alweer donderdag. Het is vandaag 5 juli. Morgen, vrijdag, 6 juli. Had mijn moedertje jarig kunnen zijn, bedenk ik me nou. Het is 1:15 in de middag. Mijn huishoudelijke verzorgster is boven bezig, Rebecca. Ze gaat nou stofzuigen. Hoor ik, ja, en die mag niet geflopt worden, nee, dat mag niet, maar de herrie die ze maakt wel. Ze is dus boven bezig, heel drukdoenderig. Ik hoop dat jullie de stofzuiger horen. Maar in ieder geval, het is vandaag ook niet mooi weer. Het is triest, het is grijs. Het zonnetje is zoek. Ja, ze is verdwenen. Ze wordt gemist. Ja, ik kan er niks aan doen, maar ze wordt gemist. Door mij en door velen met mij, denk ik. Ik heb mijn haar, ik heb alles weer gepoedeld. Dus daarom zie ik er niet uit. Met mijn haar zit, ik weet het niet. Maar in ieder geval, maakt het allemaal niet uit. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag. En geniet van weer een nieuwe vlog bij Corina en de Beestenboel. Waar jullie natuurlijk altijd weer welkom zijn. Geniet van alles met wat je doen gaat. Ik ga het ook doen. Ik ga weer een vlog in elkaar zetten van... woensdag. Ja, van gisteren. Daar had ik ook nog visite enkel, die wou er niet op de vlog. Chrissy is gisteravond geweest, die heb ik wel gevlogd. Hartstikke leuk altijd weer met haar. Dus ik zou zeggen, geniet van alles. Geniet van elkaar, geniet met elkaar. Doe wat jullie doen moeten of doen willen. En geniet daar ook van. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei, doei. Hoe lief ben jij? Hoe lief ben jij? Hoe lief ben jij? Oh, oh, zo lekker hè? Ben jij zo lief dan? Oh, ben je zo lief? Ja hè? Is een lief hoopie doopie voor het vrouwtje. Ja, ja. En daar hebben we er nog een. Die is ook lief. Hé? Ja. En waarom zwart-witte meisjes, weten we niet. Buitenwezen, de rode sowieso, die rode rakker, die is buiten. Ik zag hem net wel, maar nou is die weg. Oh nee, daar. Wil jij erin? Oh, nou dan kom je toch. Hé? Oh ja? Is dat zo? Oh, en toen? En toen? Ja? Wat gaan we allemaal doen dan? Hé? Gek beestje. Je bent maar een gek beestje. Toch? Ja. Ik heb koffie voor me neergezet en ik heb even een koekje gepakt. Ik heb de hele middag verder nog niks gehad. Nee. Nadat ik aan het begin van de middag zei dat ik met de koffie bezig was, die heb ik nog opgedronken en daarna helemaal niks meer gehad. Nou, mag ik me schamen. Normaal drink ik veel meer. Ja, je bent een mallet. Je bent een mallet. Ja, ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik moet steeds aan mijn moedertje denken vandaag, omdat die morgen weer jarig had kunnen zijn. Ik weet niet, alleen nog niet eens niet hoe oud ze had kunnen worden. Dan moet ik dat uitrekenen. Ze is van 1923, toen is ze geboren. 6 juli 1923. Nou, dan moet ik dat even uitrekenen. En dan weten we het wel. Ja, 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 ja. Och, beestje toch, aanhalerig type.
Hé, aanhalig beestje. Ach, gosje dan. Ja, daar waren we weer. Hé? Och, gosje dan. Is zo lief. Och, gosje even kroelen. Hij mag heel graag kroelen, maar hij wil niet op schoot. Nee, dan komt hij zo bij je toe staan. En dan moet hij aangehaald worden. Hier, hij wil de camera. Oh, aan die poot wilt hij zijn kopje geven. Ik heb hem op zo'n driepootje staan. Hoe heet dat ding? Nou ja, maakt niet uit. Maar in ieder geval, daar ging hij een kopje aan geven, malhopie. Hé? Maar oké, lieve vrienden, de zon die is wel bezig, maar daar is het triest. Daar schijnt de zon. Ik weet het ook niet. En toch, ja, het is vandaag vreemd weer, de hele dag al. Ja, ik ben er ook niet echt goed door in mijn sas en alles. Ik ben niet in orde, ik ben wat misselijk. Dus ja, misschien dat er meerdere zijn die dat net zoals ik ook hebben, hè. Dat ik zou zeggen, geniet nog van jullie dag. Doe hetgeen wat jullie nog doen moeten en doen willen. En ik zeg tot strakjes maar weer. Doei, doei. Ja, goedemiddag lieve vrienden. De beestenbende is weer binden. Allemaal, stuk voor stuk. Hier is er ook nog een. Daar is er een. Dus ze zijn binnen. Maar ik zeg eerst een hele goede middag. En van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer op 6 juli. Vandaag had mijn moedertje jarig kunnen zijn. Had ze alweer 95 kunnen zijn, ja. Maar helaas, ze is al 8 jaar weg. Maar daarom doet het niet meer in de pijn, hè? Nee, echt niet. Doet niet meer in de pijn. Ik ben vannacht wat ziek geweest en vanochtend nog. Ik ben er ook net uit. Astrid die komt straks. Ik heb nog een hoop te doen. Ja, de vaatwas moet nog leeghalen. Ik moet dat er nog weer in doen. Ik moet nog. Ze heeft van de week bloemkool gegeten, zegt ze. Dus ik zal de vraag: wat wil je nou hebben? Bloemkool of wat anders? Laat ik wel eens kiezen, want ik heb ook nog bonden wel groenten. Maar er komt ook goed koffiehekken voor mijn neus. Ik ga nog even een broodje klaarmaken. En dan zien we wat de dag ons verder brengen gaat. En ik had, hoe dom kun je wezen, ik had gisteren ook nog een filmpje nog gemaakt. In de namiddag. En die ben ik vergeten aan mijn vlog te zetten van dinsdag en woensdag. Dus die doe ik er nou nog bij. Ja, waarom ook niet? Ja hoor, waarom ook niet? Wil ik gewoon vergeten. Plak het er hierbij. Kom ik ook net pas achter. Maar oké, maakt allemaal niks uit. Mijn diertjes zijn lief. Die liggen lekker. Die zit lekker. Die zit lekker. Maar mijn prinsesjes weet ik niet. Oh, op de stoel nou weer. Dus ja, lieve vrienden. Ik zie wat liggen. Wat ook weggegooid kan worden. Hier de bloemen zijn ook op. Die kijk nou al weggooien. Ja, doen we vandaag ook nog. Ja, komt ook allemaal goed. En dus, nou. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is, vreemd weer. Dat is bijvoorbeeld, dan is het prachtig. Het schommelt op en neer. Ik heb wel het zonnescherm dicht. Want de lucht is scherp. Of het nou bewolkt is of niet, hij is scherp. Dus een beetje rust aan het hoofd. En dan komt de rest goed. Oh, gaan jullie er mooi voor zitten, zeg. Dat is leuk. Ja, en jij mag er ook wel bij, hoor. Pak ik jullie allemaal in één keer. Dan moet je niet meegaan. Ja, prinsesje gaat mee, dus dat lukt niet. En die loopt ook weer weg. Nou, dan heb ik de twee zwart-witte er nog op. Ja, ik ken ook allemaal. Nou, ik zou zeggen, geniet van jullie dag en tot later. Nou, die legt daar lekker op de bank. Hè? Ja. Die legt daar lekker op de bank. Maar ik had er nog twee gezien. Ja, ik had er nog twee gezien. En die liggen daar. Vlak bij elkaar.
dat die rode net op. Waarom kom je nou weer omhoog? Dat was niet de bedoeling. Je lacht er zo lekker. Dat was zo'n lief gezicht. Vlakbij je zusje. Hé. Hey. Ja, vlakbij je zusje. En ga je opstaan. Mallet. Het is heerlijk weer. En kijk eens naar mijn tomaatjes. Tomaatjes, aardbeien. Ha. Goed, hè? Begint lekker te kleuren. En mijn vlinderstruik, die is ook zo mooi. Nou, de vlinders nog. Maar ja, waar blijven die, hè? Ik heb er gisteren eentje gezien. Ja, gisteren eentje gezien. En dat was een koolwitje. Nou, en deze, die doet ook zo mooi. Die doet het echt geweldig. En daar heen mijn prinsesje. Komt ook even naar buiten toe. Hé, meisje. Nou, en die bak die hadden we leeggehaald. Dus er moet weer even wat nieuws in. En ik wil daar eigenlijk ook iets blijvends in. Ja, want dan blijf je bezig. Maar ik weet nog niet wat. Dat gaan we eens eventjes navragen bij de bloemist. Ja. Dus, nou, en hier met mijn tomaatjes dus, hè. Die Chrissy opgebonden heeft. Heeft ze goed gedaan. Ja, ja. Kijk, nou liggen ze bij elkaar. Hoe lief is dat? Kan ik daar beter bij komen? Oh, kom je erbij? Kom je doen dan? Kom je doen dan? Aanhalig beestje. Ja. Aanhalig beestje. Ja. Hé? Ja, man. Ja, man. Hé? Aanhalig beestje. Jij. Hier. Kijk, moet je kijken, Astrid. Daar aan die kant van de tafel, op de grond. Oh ja. En ze lagen er net met z'n tweeën er heerlijk bij elkaar. Zo lief. En dat gebeurt bijna nooit. Het is altijd haat, liefde, verhouding, hè? Ja, liever knokken dan wat anders. Hé, man? Maar oké. Lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, het is alweer, even kijken, 2:31 in de nacht. Ja, die liggen al lekker te slapen en te doen, maar die moet nog wel even naar buiten daarom. Ja, ik ga niet mijn mobiel nou omdraaien, want ik heb het licht aan, want anders is het te donker om te filmen. Maar ik wens jullie allemaal een helemaal, allemaal bedoel ik. En geen helemaal, maar allemaal. Een welterusten voor degenen die net zo laat zijn als ik. En lekker slapen en gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. En het is eigenlijk alweer zaterdag. Dus ik zou zeggen ook voor de vroege vogeltjes een hele goede morgen. En tot later. Doei doei!